Goedemiddag allemaal. Ik ben Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV, de grootste vakbond van Nederland. Wij zijn een van de rijkste landen van Europa en we kachelen ontzettend achteruit in onze gezondheidszorg. Het is ontzettend mis. Steeds minder mensen hebben toegang tot de gezondheidszorg. Ofwel tot wachtlijsten, of tot medicatie. Er zijn tekort mensen die in de zorg werken, maar dat komt door het systeem. Ik maak me heel veel zorgen over de populisten die op dit moment overal in Europa, ook in Nederland, de macht grijpen. Vandaag weer in Slowakije. Anti-Europa sentiment. Populisten hebben ook geen oplossing voor de marktwerking in de zorg. Ze houden mensen een wortel voor. In Nederland ook. Ze zeggen, ze gaan het eigen risico, de eigen bijdrage in Nederland afschaffen. Dat kunnen ze helemaal niet waarmaken. En ook al maken ze die wortel wel waar, dan gaat het nog weer ten koste van andere mensen. Dat is het punt dat ik hier wil maken. Populisten gaan niet de oplossing zijn voor op dit moment de marktwerking in de zorg, waar de zorgverzekeraars, de gemeente, de farmacie de macht hebben. De grote bedrijven hebben de macht in de zorg en daar gaan populisten helemaal niets aan veranderen. Daarom staan we hier vandaag. We moeten met de Europese verkiezingen goede keuzes gemaakt worden, dat er partijen aan de macht komen die begrijpen dat de zorg een mensenrecht is, waar iedereen toegang toe moet hebben en niet alleen maar de rijken. En ook in Nederland koersen we daar heel snel op af. Dat alleen nog maar, zeker in de ouderenzorg, maar ook in de gehandicaptenzorg, alleen nog maar de rijke mensen die het zichzelf kunnen veroorloven, toegang hebben tot de zorg. En de rest van de mensen niet. In een van de rijkste landen van Europa, in een van de rijkste continenten van de wereld. Dat is op dit moment aan de orde. Daarom staan we hier ook met de FNV. Our health is not for sale.